Ik kreeg een rare uitnodiging. Er waren ongeveer 40 mensen aanwezig aan een soort van heel chic hotel, maar ergens een heel klein dorpje boven in de Alpen in Oostenrijk. En elk jaar komen daar mensen samen in de zomer om over de toekomst te praten. En er waren mensen van een multinational, er waren een aantal mensen die voormalig president, een aantal ministers, wetenschappers, de directeur van het Wereld Natuurfonds. En het duurde 2 dagen en het bleek precies genoeg om iedereen ongeveer 10 minuten aan het woord te laten. En zo 1 voor 1 kwamen allerlei verhalen. Iedereen deed zijn ding. Het doel van de meeting was: hoe kunnen we de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties laten slagen binnen 15 jaar? Namelijk, dat zijn doelen voor 2030. En nou, de man van de VN die het allemaal leidde was Jeffrey Sachs. En die zei, nou, de VN die kan niet zoveel. Het zijn die nationale staten die het moeten doen. De voormalig president van Finland zei, ho, wacht eventjes. Die nationale staten, die politici, die moeten worden herkozen. Dus die hebben maar eigenlijk een horizon van 1 jaar of 4. Nee, het is het geld, de investeringen. Toen zei iemand van de multinational, nee, wacht. Elk kwartaal moet ik mijn kwartaalcijfers laten zien. De aandeelhouders, die bepalen mijn koers. Ik kan totaal niet echt op duurzaamheid inzetten. Nee, non-profit, zoals de wetenschap, het onderwijs, die kan echt over de verre horizonnen. De wetenschapper zei, ja, maar ik ben afhankelijk van de media. Die moet dat verhaal vertellen. Wij hebben al lang de kennis, we roepen al 20 jaar dat het klimaat opwarmt. De mediaman, hoofdredacteur van Der Spiegel, ja, wat kunnen wij nog met onze kwaliteitsjournalistiek in een tijd dat het allemaal hypes en nieuwsberichten en tweets en daar kunnen we weinig van. Toen zei Jeffrey Sachs, Merlijn, jij bent kunstenaar. De kunsten die raken de harten van mensen, de emoties. Dat is wat er eigenlijk nodig is om mensen te raken. Dat mensen die duurzame wereld willen van binnen, dat er een verlangen ontstaat. Zonder kunstenaars kunnen we geen duurzaamheidsrevolutie maken. Ja, toen zat ik. Ik wist even niet wat ik moest zeggen, maar ik zei uiteindelijk van ja, you're very right. Let's do it. Maar goed, en toen ging ik toch maar even dat boek schrijven om te denken hoe. Ja, Caroline, jij was onder andere dus wethouder van kunst en cultuur in Amsterdam. Herken je dit? Waarom wordt hier een kunstenaar aangekeken? En is dat terecht als we het hebben over verandering voor elkaar krijgen? Ja, dat is heel goed gezien. Dat is echt heel goed gezien. Maar dat vind ik ook goed aan jouw ondertitel. Hè, waarom we de kunstenaar in onszelf nodig hebben om de wereld te redden. Iedereen heeft een kunstenaar in zichzelf. Dat zeg je eigenlijk. Ik werk bij een ingenieursbureau. Dat zijn eigenlijk ook kunstenaars. Maar dit is een prachtig verhaal. En het gaat nog verder, Marlijn. Want toen ging je naar New York. En toen heb je de klimaatverandering door een kinderkoor laten zingen. Hè. En uiteindelijk werden de stemmetjes zo hoog dat ze er niet meer bij konden enzovoort. Dat was een heel indrukwekkende voorstelling. Dat beschrijf je prachtig in je boek. En ik denk dat dat de kracht is die je in mensen naar voren haalt. Dat je ze laat voelen aan den lijve wat er gebeurt als we met elkaar niet beter die kunstenaar in onszelf naar boven halen. En ik vind het gesprek tot nu toe prachtig. Jullie, Adelheid en Farid zeiden net, we hebben eigenlijk de nabijheid te veel van ons afgeorganiseerd. En dat is eigenlijk een hele mooie samenvatting van wat ik nu veel in steden zie. En dat beschrijf jij ook weer in je boek, hè? Martin Luther King had een verhaal. I have a dream, zei hij. En wat ik veel in steden nu zie is, I have a request for proposal. Hè, jij zegt ook, als Martin Luther King had gezegd, I have a plan, dan was er waarschijnlijk helemaal geen moer van terechtgekomen, om het op Amsterdamse te zeggen. En ik zie het nu in steden, dat mensen inderdaad heel precies proberen te beschrijven wat ze willen hebben, ook om onzekerheden te mijden. Hè, ze hebben geen onzekerheidsvaardigheden, zoals jij die beschrijft. Alles moet goed zijn. We mogen niet meer falen. En ik denk dat je dat kunt doorbreken. En ik denk eerlijk gezegd dat we dat in Amsterdam ook af en toe echt gedaan hebben en nog steeds doen. Als je met 3 mensen probeert de wereld te veranderen. Een kunstenaar, een bestuurder en een ondernemer. Dan kun je echt iets voor elkaar krijgen. Dan kun je nieuwe dingen bouwen. En de kunst en cultuur zijn natuurlijk de brandpunten daarvan. We zitten hier in Paradiso, maar we hadden ook in het AI Film Museum of in Ish of in Nowhere kunnen zitten, bij wijze van spreken. Hier ontmoet je elkaar, hier doe je nieuwe dingen. Het is ook mooi aan jouw verhaal dat je hier mocht experimenteren, hier mocht je
vlieguren maken en kijken wat er gebeurde als je met mensen bepaalde dingen deed. En die moed, dat woord komt ook aan het eind van jouw boek terug, dat vind ik een heel belangrijk woord, die kunstenaarsmoed, maar ik zeg altijd bestuurlijke moed, heb je nodig om een stad goed te kunnen besturen en verder te gaan. En kunstenaars inspireren je daarin. En Marlijn, je zou het ook moedig misschien kunnen noemen van de VN dat ze een kunstenaar uitnodigen. Het rare was, ja, ik was uitgenodigd en mensen zeiden ook allemaal, wat leuk dat je erbij bent. Je hebt een heel fris verhaal. Ga zo door. Maar het was niet zo dat professor Sachs zei van, trouwens, ik heb een baan en een appartement voor je. Ook voor je gezin, kom maar. Ga het maar doen. Bleef stil. Ik ging dan zelf brieven schrijven. Dus dat is het maffe. Je wordt ook wel weer overgelaten aan jezelf. Want, en dan denk ik ook, het is misschien geen kwaaie wil. Mensen hebben die zin niks die kunsten om dat beter te pakken. Om het te snappen en om daar dan een plek voor te geven. Vaak ben je dan toch ook ja, inspireren, maar dwaait ook weer over of weer weg. Dus uiteindelijk gewoon een budget wordt opgesteld, is er niet een post voor een kunstenaar bij het project. Ja, terwijl jij dat wel mogelijk hebt gemaakt in Amsterdam. Is dat een manier om zo'n systeemverandering tot stand te brengen? Ja, ik denk dat Amsterdam en Amsterdammers zich heel erg bewust zijn van de rol van kunst en cultuur in deze stad. He, dat gaat ook terug tot het ontstaan van de stad. En daarin zijn we een gezegende stad en een gezegend land. En dat heeft niet iedereen in de gaten. Wat jij zegt, herken ik natuurlijk. Hè? Oh, die kunstenaar mag blij zijn dat hij op het podium staat. Dat is goed voor zijn naamsbekendheid, maar hij krijgt verder niks. Hè, dat is een gemiste kans, denk ik dan. Wat je zou kunnen doen op zo'n moment is inderdaad vertalen. Hè, de vragen die kunstenaars kunnen stellen. De nieuwe inzichten of de nieuwe invalshoeken die ze kunnen brengen. Daar zouden andere mensen weer beter hun best voor moeten doen om de waarde daarvan te onderkennen. En wat ik hiermee bedoel is dat jij beschrijft ook dat je na dat concert van jou meedoet en al die workshops 2-3 dagen lang en iedereen heeft zijn volgeschreven sheets. En eigenlijk is altijd de conclusie, oh, it's very complex. Het is zo complex. Nou, heel complex. Terwijl ik denk dat kunstenaars kunnen helpen om vragen te stellen waardoor het eenvoudiger wordt. Hey, ik merk het bijvoorbeeld nu in de energietransitie. Daar doe ik dan dingen, hè, ingenieursbureau. En als ik ergens niks van wist, dan was het wel van energietransitie. Nou, ik ben er een jaar geleden mee begonnen. En eigenlijk het enige wat ik steeds deed was van, nou, maar leg me nou eens uit. Of teken het eens op een kaart. Of vertel eens hoeveel dat dan is. Een gigawatt of een petajoule of een megaton. Hey, ik opzoek het 10 tot de 6e, 10 tot... Nou, dan kom je er wel. Maar gewoon zo simpel vragen. Mensen vragen om het te gaan tekenen. En ik denk dat dat de rol is die kunstenaars heel erg goed kunnen spelen.